met vragen of wil je iets kwijt? Aarzel dan niet, bel met 123. Lieve kinderen en jongeren, ik ben Amara Madin, minister van Volksgezondheid in Suriname. De kinder- en jongerentelefoon, ook wel bekend als 123, zal binnenkort de nieuwe naam hebben van MeLine. En MeLine is niets anders dat jij in staat bent of in de gelegenheid wordt gesteld om 1x24 uur per dag met iemand aan de andere kant van de lijn te praten over diverse problemen waarmee je zit. Denk bijvoorbeeld aan pesten of mishandeling of je gewoon eenzaam voelen, maar ook als je liefdesverdriet hebt en geneigd bent om dit geheim te houden. Uiteraard moet je erop rekenen dat deze informatie confidentieel is ofwel vertrouwelijk is, maar ik kan je garanderen dat je bij MeLine wel de nodige begeleiding krijgt. Er zijn mensen die naar je willen luisteren en je ook wel oplossingen kunnen bieden. Maak gebruik van deze lijn. MeLine is niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ook voor personen die twijfelen over hun gevoelens met betrekking tot hun seksuele geaardheid, maak daarvan gebruik. MeLine zal je begeleiden. MeLine is te bereiken op 123 en dat wel 24 uur per dag. In veel landen hebben kinderen geen stem. In veel landen wordt er niet geluisterd naar kinderen. Maar in Suriname heb je de mogelijkheid om op 123 te bellen en jouw problemen te bespreken. Wacht niet met problemen als het gaat om je gevoel. Bespreek het gauw en daarmee voorkom je jezelf en ieder in je omgeving veel leed.